In deze film laten we juwelen schijnen. En om dat te doen gaan we op een nieuwe laag van start. Dus ik maak gewoon hierboven via laag nieuw een nieuwe laag aan. En deze noem ik glans. Ik ga de laag vullen met een zwarte kleur. En in dit geval is zwart mijn achtergrondkleur. Is dat nou niet bij jou het geval? Als je op de D drukt, resetten de kleuren zich. En dan wordt zwart in mijn geval de voorgrondkleur. En om een laag met een voorgrondkleur te vullen, druk je gewoon heel simpel op Alt en backspace. En je ziet, ik krijg een zwarte laag. Deze laag ga ik qua dekking veranderen van normaal naar kleur tegenhouden. En alles wat zwart is, dat verdwijnt dan als sneeuw voor de zon. En wanneer ik nu een kwast pak, en ik zet deze even voor het effect op 100%, en ik maak wit mijn voorgrondkleur, dan kan ik gaan verven. En als ik ga verven over de juwelen, ik druk bijvoorbeeld één keer, dan zie je al meteen dat er een heel stuk glans in komt. Om even het effect te laten zien, dit is aan en dit is uit. En dat is best een wereld van verschil. Alleen vind ik dit veel te fel. Je zou enerzijds de dekking kunnen verlagen, maar dan wordt het een beetje grijs-grauw. En dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Dus ik maak even wat stappen ongedaan. Dat doe ik met de sneltoets Ctrl-Z. En ik blijf wel bij de kwast, maar ik ga in plaats van dadelijk de dekking van de laag verlagen, ga ik nu al de dekking van de kwast verlagen. En deze zet ik bijvoorbeeld op 20%. En als ik nu één keer druk, dan zie je dat ik op zich al wel een klein beetje glans krijg, maar nog niet zoveel. Dus ik kan een paar keer drukken. En ik krijg dan opeens wel een fraaie glans. Nou, dit is in dit geval vier keer gedrukt. En zo ga ik even alle juweeltjes af. Dus ik druk overal gewoon een keer of vier op. En hier bij deze langwerpige hou ik de muisknop ingedrukt en schilder ik gewoon naar beneden. En doe ik dat nog een keer. En nou, laat ik eens na twee keer stoppen bij deze. Ik kan natuurlijk altijd nog gewoon een keertje bijschilderen. En stel dat je bijvoorbeeld. De buiten gaat. Nou, geen probleem. Je kunt je kleuren heel eenvoudig wisselen met zwart als voorgrondkleur weer door op de x te drukken. En als je de dekking verhoogt naar 100%, dan kun je daar gewoon weer in schilderen. X om er weer wit van te maken en verlaag de dekking weer naar, in mijn geval, 20%. Voef je om in één keer je dekking te veranderen? Als je in de kwast zit, druk gewoon bovenop een van de getalletjes. De 0 is 100%, je ziet het gebeuren en de 2 val je terug naar 20%. En ik druk gewoon een paar keer. Maak de kwast wat groter en kleiner met de haakjes toetsen. En zo ga ik het dus allemaal even af. Nou, ook hier val ik er een klein beetje buiten. Dus ik draai mijn kleuren met de X om. Verklein mijn kwast. Zet hem op 100% en haal gewoon keurig even langs het randje. En tot slot deze. En ik zoom weer uit naar het geheel. En de ketting is opeens veel kleurrijker. Als ik hem bijvoorbeeld uitzet, zie je dat hij opeens echt veel meer in het oog springt. Waarom moet je deze laag nou vullen met zwart en waarom kan dat niet gewoon met wit? Ik ga het je verschil laten zien. Als ik bijvoorbeeld in de zwarte laag met een kwast even op 100% ga zitten, dan zie je dat het behoorlijk wit uitbijt. Maak ik nu een nieuwe laag aan en vul ik deze niet met zwart, maar zet ik hem wel op kleur tegenhouden en ga ik nu met wit aan de gang, dan zie je dat het toch een ander effect is. Waar er zwart is, ja, lijkt het eigenlijk veel meer uh, veel heter, veel, veel meer doorgebrand. Dus vul je laag met zwart. Ik maak even een nieuwe laag aan, die vul ik met zwart. Zwart was mijn achtergrondkleur in dit geval. Dus ik zet het op Ctrl Backspace om te vullen. Ik zet hem op kleur tegenhouden en ik ga naar de ogen. Want ook de ogen kun je op deze manier doen. Ik pak weer een zachte dekking van 20% en ik ga gewoon één keer over de ogen. En als ik die laag uitzet, dan zie je dat dat ook gewoon ja, net een klein subtiel verschil is. Dit is bijvoorbeeld het origineel van de foto. En dit is wat we er uiteindelijk van gemaakt hebben. Nou, en je ziet dat het een wereld van verschil is in eigenlijk gewoon een handomdraai. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!